Een hele goede dag. Hoe zit het nou met de gluten en leaky gut en hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Ik krijg er veel vragen over. Moet je nou wel of niet glutenvrij eten als je last hebt van je darmen? En er wordt overal echt wel veel geschreven over als je een lekkere darm hebt, dat je geen gluten moet eten. Dus hoe moet je daar nou mee omgaan? Ik ga het je hier eventjes vertellen. Over de gluten. Ik geef pas iemand een glutenvrij dieet als het getest is, gewoon via de huisarts in het bloed, of daar een glutenallergie uitkomt, oftewel de ziekte coeliakie. Op het moment dat dat er niet is, dus er is geen test, bewezen test dat iemand een glutenallergie heeft of een glutenprobleem heeft, zet ik die niet op een glutenvrij dieet. Waarom is dat nou? Al onze darmen, dus alle mensen, alle darmen, die kunnen eigenlijk helemaal niet zo goed tegen gluten. Maar doordat wij in ons leven van jongs af aan af en toe gluten eten, krijgen we er een intolerantie voor. En een intolerantie betekent van, ja, we kunnen er eigenlijk niet heel erg goed tegen, maar we kunnen er wel aan de andere kant ook weer wel tegen. Dus we verdragen het een beetje. Als we er veel van eten, dan krijgen we er last van, maar af en toe geeft het niet. Op het moment dat jij op eigen houtje, zonder dat er eigenlijk uit de test is gekomen dat jij daadwerkelijk hebt, glutenvrij gaat eten, creëer je juist een allergie ervoor. Want op het moment dat je af en toe gluten eet, blijf je in die intolerantie. Het lichaam moet dus continu tegen vechten. Je moet het een soort zien als dat de afweer er reactie continu op heeft. Dus je afweer leert continu, oké, zo moet ik met die gluten omgaan. Op het moment dat jij glutenvrij gaat eten, is dat afweerproces, dus jouw afweer, valt helemaal weg. Op het moment dat je bijvoorbeeld na een jaar wel weer gluten eet, is jouw lichaam niet gewend om daarop te reageren, om die afweer er tegen te hebben, bam, kan je in een allergie zitten. En in een allergie zitten, daar wil je juist niet zitten. Want wat gebeurt er als je in een allergie zit? Dan kan je bijvoorbeeld een anafylactische shock krijgen. Of je kan ergens anders last van krijgen. Of dat het niet goed gaat met je. Of hartkloppingen krijgt. Of je kan ineens eczeemuitval van krijgen. Dus daarom is dat met dat glutenvrij, zeg ik altijd, let op. Eerst checken of je echt een allergie er tegen hebt, dan niet eten. Dan vragen mensen aan me, ja, maar ik voel me zo goed als ik glutenvrij eet. Nee, je eet op dat moment tarwevrij. Tarwe zijn we helemaal niet zo goed voor niet goed voor gemaakt om dat goed te kunnen verteren. Zeker niet die geraffineerde tarwe, zoals volkoren tarwe, witte bloem. Dat trekt ons lichaam gewoon niet goed om te verteren. Op het moment dat je glutenvrij gaat eten, ga je al minder tarwe eten. Maar je hoeft daarvoor helemaal geen glutenvrije haver te eten. Juist eet haver met gluten, omdat je dan die tolerantie hebt. Op het moment dus dat jij die geraffineerde tarwe laat staan, maar naar de oertarwe gaat, dus bijvoorbeeld naakte haverinneke dijkinga of wilde zwarte rijst gaat eten, dan heb je die last ook niet. Dus daarin moet je echt eigenlijk wel weten wat je aan het doen bent. Nou, dan hebben we het bijvoorbeeld over leaky gut. Er wordt gezegd, ja, dan moet je glutenvrij eten. Ik behandel zelf eigenlijk geen leaky gut, want al mijn klanten hebben een leaky gut, hebben een lekkere darm. Dat betekent dat de darmvlokken, de darmlumen, die moeten dicht tegen elkaar aanstaan om al het eten, al het pathogenen, dus de ziekmakers, bacteriën, virussen, tegen te houden. Want hieronder is de normale darm, dus dat gaat naar de bloedvaten. De meeste mensen die bij mij komen hebben die darmwand, die functioneert niet goed. En dat noemen we ook wel de afweer in de slijmvliezen, maar ook de tijdjunctie. Ze zijn allemaal woorden waar je eigenlijk helemaal niks naar hebt. Wat het nou is met een lekkende darm, is dat die darmvlokken niet meer zo strak tegen elkaar staan als dat ik hier heb, maar dat ze wat verspreider staan. Dus zij laten meer stoffen door dan dat moet. Want als je zo ziet, dan komt er bijna niks door. En als je zo ziet, dan kan er veel meer door, grotere stukken. Dus daardoor kunnen mensen reageren bijvoorbeeld op tarwe of op glutenvrij eten. Wat behandel ik dan wel? Nou, omdat 9 van de 10 keer een leaky gut, een lekkende darm, eigenlijk niet de ziekte is. Maar vaak zitten onderliggende, zit daar allemaal andere problemen. Bijvoorbeeld iemand heeft onwijs last van parasieten of heeft een helicobacter of heeft een histamineoverschot of heeft ontstekingen of kunnen we nog meer? Hij kan bijvoorbeeld eiwitten en koolhydraten niet goed verteren. Of de pancreas functioneert niet goed, waar de verteringssappen uit moeten komen. Dus dan behandel ik dat eerst en daarna fixen we gewoon
die slijmvlieslaag, die darmen. Oké. Wanneer is het wel aan te raden om geen gluten te eten? Nou, als het bewezen is vanuit het bloed. Of als jij een te snel werkende schildklier hebt met daarbij hartkloppingen. Dus heb jij een snel werkende schildklier en geen hartkloppingen? Test het dan even. Maar heb jij een te hard werkende schildklier, de ziekte van Graves, met hartkloppingen? Dan aan een minuut stoppen met gluten eten. Want dan... dat triggert dat. Dan hoef je niet eens te testen. En ga op een histaminevrij dieet. Want histamine jaagt ook bij ziekte van Graves echt die hartkloppingen aan. Maar zoals je het al merkt, ik doe nooit iets zomaar omdat ik ergens een klepel op het internet heb horen luiden of wat dan ook. Onderzoek, ik werk echt met onderzoek en als ik iets vermoed, laat ik het bijvoorbeeld door de huisarts testen of bij het ziekenhuis kunnen we ook testen aanvragen om daarmee te werken. Omdat soms kan je het dus in de rat draaien daarmee. Enfin. Als je nou meer wil weten over hoe je je eigen darmen kan fixen, dan zou ik zeggen, ga naar mijn link in mijn bio en kijk naar de online academie die nu online staat. Dus je kan meteen aan de slag. Daar vertel ik je alles over hoe je mond werkt, hoe je darmen werken. Alles over voeding komt daarin te staan. En dan kan je gewoon helemaal lekker zelf je darmen gaan fixen. Heb je nou zoiets? Nou, ik heb er helemaal geen zin in om zelf te doen en lekker een 1-op-1 begeleiding van mij, waarbij je gewoon een Haagse kik onder je kont krijgt. Dan kan je altijd een 1-op-1 begeleidingstraject aanvragen. En dan gaan we samen jouw darmen fixen. Dit was het voor nu. Ik hoop dat je er iets van hebt geleerd. Heb je een vraag? Laat een comment achter. Als je deze video ook leuk vindt, laat een comment achter. Dat is altijd heel erg fijn voor mij en mijn algoritme. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer.